Hallo iedereen en welkom in de nieuwe video waarin dat we de zodiac reading gaan doen voor, laat me zien, stier. Dus in deze video gaan we kijken wat dat de thema's zijn. Ik ga mijn speakbriefje erbij nemen. Wat de thema's zijn rond de schaduw van de mannelijke en de vrouwelijke energie voor de komende 3 maanden, dus laten we zeggen tot eind maart. Wat dat de energie in de connectie is, wat dat de mannelijke en de vrouwelijke energie in deze connectie bewust denken. En dan nog een aantal boodschappen van de mannelijke en de vrouwelijke energie en omgekeerd. Dat gezegd zijnde, kijk ook eens waar dat jouw noordnode ligt. In welke planeet, of in welk teken liever. En, want dat is ook hetgeen dat je... ook kan naartoe kijken, omdat wanneer het gaat over op het pad lopen van een tweelingvlam, dat dit ook een onderdeel is van de lessen die je wilt leren. En noordnode gaat over de lessen die jij in dit leven te leren hebt vandaar. Wat krijgen we hier voor de mannelijke energie in de schaduw? We krijgen onmiddellijk het schorpioen met de dood, verandering en dan verandering in bewustzijn, nieuw leven, hergeboorte. Maar het lag zo, we gaan zien wat dat betekenis daar dan precies van is. En voor de vrouwelijke energie in deze connectie krijgen we ook 13. 13, 13, zo mooi. Ook weer de spiegeling. Krijgen ook berichten en het houden van een open mind. Dus voor de vrouwelijke energie in deze connectie is het houden van een open mind een van de, laten we zeggen, schaduwen, maar een van de lessen dat ze nu te leren hebben, die nu het thema is. We gaan eens zien wat er extra van informatie is voor de mannelijke energie in deze connectie. Wat is de extra informatie voor de mannelijke energie in deze connectie van stier? Ja. We gaan kijken of er nog ondersteboven gevallen waren. Wacht, hè. Kunnen jullie dat zien? Ja. En de boodschappen voor de vrouwelijke. Waar zijn ze? 1, 2, 3. Voilà. Dus hetgeen wat we zien hier is de redder van wanten. Omgekeerd de 9 van wanten en de king of van bekers, dus de koning van bekers. De boodschap dat ik hoor is dat de mannelijke energie tot besef komt, is dat niets is wat het lijkt. En die constatatie heeft ervoor gezorgd dat hij naar binnen getrokken is, dus dat hij niet meer helemaal open zijn emoties gaat gaan delen. Dat is een copingmechanisme dat hij doorheen zijn opvoeding heeft ervaren. Misschien dat dit een connectie is tussen stier en schorpioen. Maar dus, er zijn dingen gebeurd in zijn leven waarvan dat hij dacht van dat is de waarheid. Wat ik voel, dat is zo, of wat ik denk, dat is zo. En die emoties eigenlijk zelfs volledig aan de kant of volledig negeren. En dus zit hij nu op een punt, over de komende 3 maanden, om dieper in de connectie met zichzelf en zijn eigen emoties, dus met zijn eigen vrouwelijke energie te gaan stappen, om uiteindelijk te komen tot een bepaalde eenheid. Dus de mannelijke energie in zichzelf heeft een enorm tower moment, een enorme breuk ervaren. Waardoor dat hij eigenlijk de verbinding die hij al had met zijn hogere zelf, met zijn intuïtie, met zijn team, volledig naast zich neer heeft gelegd. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel spanning en heel veel chaos, heel veel zorgen, tumult is ontstaan. Waardoor dat hij eigenlijk nog meer in een soort van hermit modus gegaan is.
Want ik weet ja, dit is niet de hermit, dus niet de kluizenaarskaart. Maar het voelt zo alsof dat deze mannelijke energie zo hard geloofde in zichzelf en in de goedheid van het leven. En tegen een aantal dingen aangelopen is, waardoor dat hij eigenlijk zich volledig is beginnen afsluiten. En vandaar dat we ook dan de schorpioenkaart kregen. Want schorpioen is een waterteken. En dat we ook krijgen een hergeboorte, nieuw leven en verandering. Maar dus op dit vlak voelt het echt als een verandering die op innerlijk niveau plaatsvindt. Wacht, hè, waar is mijn kleintje? Ik kan dat hier eigenlijk wat extra nog gaan verklaren. Wat dat misschien voor degene die in deze connectie zit, wel duidelijk is waar dat over gaat. Wat is hetgeen dat we nog mogen weten van deze mannelijke energie en de stierconnectie? Ja, no action or movement. Dus inderdaad, het volledig naar binnen gaan. Het volledig, zoals je hier ook ziet, verbinden met die vrouwelijke energie en het zichzelf leren, weer opnieuw leren kennen. Omdat uiteindelijk dat ook zijn eigen vrouwelijke energie, dus de vrouwelijke energie in zichzelf gaat gaan sterken. Waardoor dat hij van daaruit in contact kan komen met de vrouwelijke externe energie. En dat gaat deze mannelijke energie ook een stuk sterker gaan maken dan. Op mentaal vlak. Dus op emotioneel, maar ook op mentaal vlak. Ik heb ook het gevoel dat deze mannelijke energie heel veel ook heeft meegemaakt. We hebben voor de vrouwelijke energie in deze connectie, we hebben de Page van Bekers, de Queen van Bekers, de 9 van Zwaarden omgekeerd, de 10 van Bekers omgekeerd en de Duivel omgekeerd. En het is ook mooi om te zien hoe dat de spiegeling er weer is. De mannelijke energie heeft door ervaringen eigenlijk zichzelf een beetje afgesloten van emoties. Terwijl dat de vrouwelijke energie eigenlijk volledig bezig was met het leren meesteren. Het leren meester worden van het element water, van de emoties. En dat heeft haar heel veel kopzorgen gebracht. Maar meer en meer slaagt ze erin om die Queen of Cups te zijn voor zichzelf. Om liefde dat ze voelt en dat ze zou willen delen met haar wederhelft. En dus dan die 10 of van bekers te volledig te ervaren. Om dat aan zichzelf te geven. En dat is ook nodig om uiteindelijk tot eenheid te kunnen komen. Maar het blijft nog steeds een uitdaging. Alhoewel dat ze altijd maar beter en beter wordt. We zien hier ook de duivel. Dus het blijft nog steeds een uitdaging om niet te vervallen in oude patronen. Maar dan zien we dat deze extra boodschap. Hopla. Out of the woods. Ja. Dus deze vrouwelijke energie heeft zich heel lang vastgezeten, gevoeld. En je ziet ook weer de verwijzing naar stier en Mercurius. Dus zowel in communicatie, misschien dat er zelfs geen communicatie is tussen deze twee helften, zou ik zeggen, maar tussen deze twee energieën. Overcoming sorrow. Ja. Dus deze vrouwelijke energie heeft al haar energie gericht op het gevoel te hebben van niet meer vast te zitten. Om al het verdriet, al de pijn, al die emoties dat ze voelde, om die te gaan verwerken. Maar waar ze zich niet bewust van was, is dat ze eigenlijk hier in dit proces dan eigenlijk ook de mannelijke energie aan het helpen was om heel veel dingen rond emoties, rond pijn gaan uit te klaren. En daarom dat er ook hoogstwaarschijnlijk geen communicatie of heel weinig communicatie is op dit moment of tussen beiden. Wat is de energie van de connectie? Oké, wat is de energie van de connectie? Wat is de energie van de connectie? Wat is de energie van de connectie?
Ja. Hoor eens aan. Een snapenergie van de connectie. Dus energie van de connectie. Hetgeen wat ik hoor is dat beiden eigenlijk nog steeds twijfelen aan de connectie. Ja. En dus door het feit dat ze beiden nog twijfelen, en dus worden ze eigenlijk gevraagd om eerst meester te worden van hun eigen leven, meester te worden van hun eigen proces, om te leren en te ervaren dat ze vanuit hun eigen energie een bepaalde vorm van controle hebben op de wereld. En dus het verder uitwerken van karma, dus het leren van lessen. Want dat gaat ervoor zorgen dat ze meer en meer ook die connectie gaan voelen. Dat ze via de verbinding met hun hogere zelf ook de connectie met elkaar veel beter gaan voelen. Het is doordat ze regelmatig de connectie met hun hoger zelf afsnijden, of niet volledig laten er zijn, of het overweldigend vinden, of wat dan ook, dat ze ook angsten mogen loslaten daaromtrent, dat ze eigenlijk dan ook die connectie gaan ervaren. En dan hebben we ook de Three of, van Bekers en de Meester van Orbs, maar omgekeerd. En dus dat is hetgeen dat ze nu ook te doen hebben, allebei in de connectie. Door te focussen op zichzelf, dus elk hun eigen beker te vullen, gaan ze uiteindelijk ook die beker samen kunnen vullen. Dus de beker van de relatie bedoel ik, dan de beker van de connectie. Onze connectie beiden voeden, elk vanuit hun eigen heelheid. Maar dat vraagt natuurlijk om meester te worden over het element lucht, over het element de gedachten, de mind. En daar zijn beiden mee bezig, terwijl ze ook aan het worstelen zijn, aan het oefenen zijn, aan het spelen zijn met het element water, zoals ik daarnet gezegd heb. Wat is bewust te denken van de mannelijke energie in deze connectie? Wat is bewust te denken van de mannelijke energie in deze connectie? Wat is bewust te denken van de mannelijke energie in deze connectie? Wat is bewust te denken van... Dus de mannelijke energie is all over the place in zijn denken. Wat dat logisch is, want hij leert om meester te worden. Ik ga dus die van op de grond oprapen. En dan hebben we de ace van, dus de 1 van wanten. De adjustment card, de prince of cups. De devil, ook weer omgekeerd, net zoals hier. Dus ook hierin zie je dat ze elkaar spelen. En de lust card. Dus je ziet, op het bewuste denken is deze mannelijke energie eigenlijk wel al bezig met de vrouwelijke energie. Maar er zijn nog te veel obstakels, dus het negatieve denken, waardoor dat de devil er weer uitkomt. Waardoor er geen union kan zijn. Want het is alsof dat hij die ene wand, die ene toorts van passie wilt geven en tonen aan die vrouwelijke energie. Maar er moeten natuurlijk nog een aantal aanpassingen gebeuren in zijn eigen energie. Of vooral dat hij gaat toegestaan worden door zijn team en door de gidsen, door het universum. Omdat hij moet op hetzelfde niveau zitten van zijn Divine Feminine. Anders wordt het niet toegestaan, want het zou veel te veel haar energie gaan beïnvloeden. Maar hij is dus wel gefocust op het worden van die King of... Waar lag hij ook alweer? De koning, hij lag hier ondersteboven. Hè, de koning van bekers. Want hij is hier een prins. Dus hij is in de wording van. Hij is in de evolutie van. Hij is aan het leren. En wat is het bewuste denken van? Waar zit het bewuste denken van de vrouwelijke energie? Ik was wat afgeleid door die tekening hier, want er staat een naakte vrouw op en ik denk maar... Ik hou mijn hand er wat voor, zodanig dat de video niet geband wordt door JT. ja, de bewuste denken van de vrouwelijke energie. Waar is het bewuste denken van de vrouwelijke energie? Ja, misschien dat die ook afgeleid wordt door het naakte en de gevoelens.
dat die ook niet altijd volledig kan focussen op haar, de dingen waar ze eigenlijk zou moeten op focussen. En we kregen dan Prudence met de 8 van munten. De 8 van wanten met swiftness. De towerkaart, maar ondersteboven. Dus dat ligt dan in het verleden. Dus hoe meer dat de vrouwelijke energie gaat gaan focussen op haar eigen fysieke leven en stabiliteit brengt in haar eigen leven. Dus eigenlijk de emperor wordt voor zichzelf. Hoe meer dat het kanaal opent voor de mannelijke energie om binnen te komen. En gaat ook zien, misschien is dit ook een boogschutter in het verhaal. Je ziet ook weer Mercurius, dus communicatie gaat misschien wat meer open gaan naar richting van het einde van het jaar. Dan heb ik ook cruelty met de 8 van zwaarden. Dus ook weer hetzelfde. In jouw eigen mannelijke energie, Divine Feminine, is het belangrijk om daarin open en eerlijk te worden. En we zien hier ook de prinses van wanten. Dus je hebt een prins en een prins. Ah nee, het is ook een prins. Prins en prins. Dus jij ook zelf bent aan het leren, ook al ben je eerder de vrouwelijke energie, of dan kan je zelf als de vrouwelijke energie, aan het leren om je eigen passie op een goede manier, dus je eigen emoties op een goede manier te gaan verwoorden. Om positief te denken over je situatie in het fysieke. Om je eigen zon te volgen. Om alle ervoor te zorgen dat jouw boom vruchten draagt. Dus dat is hetgeen dat de vrouwelijke energie op bewust niveau meer mag mee bezig zijn. En daar heeft de tower, de toren eigenlijk voor een stukje voor gezorgd. En dus zie niet alleen de negatieve dingen, maar zie ook de positieve dingen. Zie in alles de lessen, zie het randje in alles. En dan de boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Oké. Okay. Dan gaan we ze allemaal nemen. Wat hebben we? Mijn innerlijk kind was gewond wanneer dan mijn ouders niet konden antwoorden of reageren op de manier dus dat ik het nodig had. Dus ik reageer ook vanuit die wonden. Dan hebben we, I care about you even when I act like I don't. I'm hiding my true feelings because I feel vulnerable. Ja. Vooral de mannelijke energie, ga je zien dat hij dat inderdaad in deze connectie doet. Omdat ze nog het moeite hebben met, zoals ik in het begin gezegd heb, moeite hebben met het zich openstellen en het zich kwetsbaar opstellen. Want wie weet dat je hen gaat kwetsen en hen weer gaat verlaten. Kijk ook eens naar wonden zoals verlatingsangst, bindingsangst in deze connectie. Ik denk dat het ook wel een heel belangrijk stuk is. Onze union-energie niet clearing, dus moet gereinigd en geheeld worden. Zeg je 11 keer na elkaar met trage, diepe ademen. I'm sorry, please forgive me, I love you, I'm grateful for you. Je kunt ook gewoon via jullie connectie, liefde, via dus de gouden koord die er tussen jullie hartchakra is, liefde naar elkaar sturen. Maar koppelt er geen verwachtingen aan. Wat zegt deze mannelijke energie? Wat hij ook juist hebt gezuiverd en geshift, dat helpt ook mij. Dus dat betekent dat alles wat je in jouw energie als Divine Feminine hield, dat dat sowieso ook een impact heeft op de mannelijke energie. Er zijn onbewuste angsten die onze mogelijkheid om liefde en overvloed aan te trekken beïnvloeden. Het universum helpt ons om ze bewust te maken, zodanig dat we heel eenvoudig en moeiteloos datgene kunnen aantrekken wat we willen, onder andere ook elkaar. Onze innerlijke leiding is zuiver, maar ons ego geeft vaak nog weerstand. En dat is hetgeen wat ik ook voel met rond die verlatingsangst en bindingsangst. Ik dacht erom over jou, soms is het seksueel, andere keren ben ik aan het visualiseren over, over onze toekomst. En ik vind jou mooi van buiten en van binnen. Ik zie het licht dat vanuit jouw ziel naar mij toe straalt. En de boodschap van de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. En let ook op, ach, wat jij jezelf in herkent, of dat nu de mannelijke of vrouwelijke energie is.
Er is altijd spiegeling gaande. Dus als er stukken zijn waar jij jouw mannelijke energie verweet, kijk dan in eerste instantie wat hetgeen is, wat je zelf ook doet. Wat zegt de vrouwelijke energie? Wij komen in union. Dus de vrouwelijke energie gelooft er wel in. Ondanks het feit dat ze soms nog ervan probeert weg te lopen of nog niet gelooft, is er ergens toch wel een diep innerlijk weten dat het zo is. Samen of gescheiden, we werken samen in tandem met elkaar. Ja, dat is ook hetgeen dat ik daarnet gezegd heb in die spiegel. Dus jullie werken samen elkaar dingen uit. Wat dat ook vaak gebeurt, is dat wanneer dat de mannelijke energie niet de wijsheid of de vaardigheden hebben, heeft om dingen uit te zuiveren en te transformeren, dat dat eigenlijk via die gouden koord naar de vrouwelijke energie gestuurd wordt. Nou, een boodschap. Ik heb de indruk dat de vrouwelijke energie wat stil is op dit moment. Of toch niet? Voilà. Dat zijn ze nog. Ze liggen ondersteboven, we gaan zien. Ik probeer te begrijpen hoe mijn gedachten mijn realiteit creëren. Ik weet dat ik moet positief blijven. Dat is hetgeen dat we nou net ook gezegd hebben. Dus dat is ook een van de lessen. Ik probeer mijn comfortzone te laten in verband met dit issue. Misschien dat er iets specifiek is. En je projecteert je eigen angsten en beperkingen naar mij. Ga naar binnen om te begrijpen wat je niet ziet. Go in to understand that you are seeing yourself, not me. Ja, ga naar binnen om te begrijpen dat de dingen die je eigenlijk ziet in mij een reflectie zijn van jezelf. Voilà, dat was het voor deze reading. Oh ja, nee, dan moeten we nog de dingen doen. De vlammen. Anders vergeet ik dat. Welke energie kunnen jullie mee samenwerken? Hoppakee. En dat is de energie van zatkeel met gratitude, dus dankbaarheid. En deze universele vlam is de energie waar je kan aanroepen. Voilà, dat was het. Wil je een persoonlijke reading? Wil je healing voor je connectie? Of is er iets anders waar je mee zit? Stuur mij een mailtje of contacteer me via de website. En dan zien we wel op welke manier ik jou weer op weg kan zetten. Dag!